lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Helemaal uit, nee, dat, het is toch nog niet verleerd. Prachtige gitaartjes. We zullen ze even afgeven. Dankjewel. Kijkers van Loek TV, welkom bij deze eerste aflevering van Zomergasten. De Schiedamse Zomergasten wel te verstaan. Heel veel mensen hebben al gevraagd wanneer komen jullie met dat programma. Maar ja, je moet natuurlijk eerst even wachten tot het lekker weer wordt. En dat je weer de gelegenheid hebt om naar buiten te gaan. Dat hebben we gedaan. En onze eerste gast vandaag in het programma Zomergasten is Kok van Vuren. Kok, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Echte artiestenleven al, we zijn de draad een beetje kwijt. Ja. Voordat we kennis gaan maken, eerst moeten we de mensen altijd even vertellen waar we zitten. Dit is een bijzondere locatie. Waar zitten we? Ja, we zitten voor... De Rijksscholengemeenschap Schravenland. En waarom heb je deze locatie gekozen? Ja, hier heb ik toch wel een groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Van mijn 12e tot mijn 19e. Begonnen aan de linkerkant op het gymnasium. Om vervolgens af te zakken naar de andere kant. Naar het VWO. En ja, dat was toch wel een goede tijd. Ja. Schiedammer van geboorte? Schiedammer van geboorte. Grootouders uit Schiedam, ouders uit Schiedam. Ja. Beginnetje kunnen we eigenlijk mooi maken met de fotozaak van je ouders. Eigenlijk al begonnen met je opa. Ja. Op de Hoogstraat, maar je opa zat daarvoor niet op de Hoogstraat. Nee, die is in 1934 begonnen op de Vlaardingendijk. Met een fotowinkeltje. Ja. Ik weet daar niet heel veel van. Behalve dan dat daar begonnen is. En na de Tweede Wereldoorlog, ja, het is allemaal zo lang, vorige eeuw, weet je. Na de Tweede Wereldoorlog zijn ze begonnen op de Hoogstraat. En ja, dat heeft mijn vader volgehouden tot het jaar 2001. En toen is hij met pensioen gegaan? Toen is mijn vader eindelijk eens met pensioen gegaan. Ja, want dat had hij eigenlijk al heel lang moeten doen, geloof ik. Dat had hij al heel lang moeten doen. Ja. Maar goed, op het eind, viel dat niet zo mee op de Hoogstraat natuurlijk. Nee. Daar weten jullie alles van. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Even de beginjaren, Kok. Wat voor gezin kwam je? Heb je nog broertjes of zusjes? Of broers of zussen ondertussen? Waar heb je gewoond zo'n beetje in Schiedam? Eén grote broer. En hier vlakbij ben ik geboren in de Schimmelpenningstraat. Dat is hier niet al te ver vandaan. Dat staat geloof ik nog wel, want hier veel om ons heen is hier gesloopt. Maar ja, al vrij snel naar Groenhoord verhuisd, net zoals velen. En gewoon gezin. Ik bedoel, vader, moeder, twee jongens. Ja. Dus voetballen bij Hermes. En, echt Schiedams gezin. Echt Schiedams gezin, ja. Even over die periode van zeg maar Groenhoord. Hè? Kwamen jullie daar wonen toen Groenhoord nog een wijk in opbouw was? Heb jij die beginjaren daar meegemaakt? Ja, wij wonen dan in de laatste Z-flat die opgeleverd werd. Hè. Je hebt daar het Sjoerdplein, Liesplein. En ik weet wel, verder dan dat was er een zandvlakte. En
en niets. Dus dat was net nieuw. Ja. Wat had je daar voor jeugd? Ja, dat was een behoorlijk leuke jeugd. Je kon natuurlijk ontzettend goed buiten spelen. Er wonen veel jonge gezinnen, denk ik. Ik had veel vriendjes, vriendinnetjes daar. En dat was wel een prettige buurt. Ja. Was het nou zeg maar toch de periode voordat we de multiculturele samenleving hadden? Hadden we de Hollandse samenleving nog in jouw jeugd? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat was zo begin 1970. Mm-hmm. Dus, ja. Er werd toen veel gebouwd nog in Groenhoord. Was dat niet voor jullie jongens die daar in de buurt wonen, was dat niet heel spannend speelterrein? Ja, absoluut. De bouw. Hè. De bouw? We gaan naar de bouw. En daar kon je nog wel eens door een opzichter in de nek gegrepen worden. Maar ook gevaarlijke avonturen, heb ik begrepen. Hè? Gewoon rustig op de 9e verdieping spelen, terwijl daar dus helemaal nog niks was. Alleen maar een platte vloer en zo. Ja, dat heb ik nooit gedaan, toch. Dat was niet de tijd. Nee, dat heb ik. Ik had wat vriendjes met wie ik snel ook muziek ging maken en zo. Ja, 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 ja. Dus die hele stoere dingen, daar heb ik me nooit echt aan gewaagd. Je ouders in de winkel. Was het zo dat zowel je vader als je moeder de hele dag in de winkel was en jullie met een sleutel thuis kwamen? Of verdeelde je moeder dat toch wel keurig, dat ze thuis was als jullie thuis kwamen? Nee, mijn moeder was altijd thuis. Dus in de tijd dat mijn broer en ik op school zaten, was mijn moeder thuis. En mijn vader was altijd in zijn zaak bezig. En toen hadden ze nog een aantal man personeel. Dus nee, ik had echt een moeder die altijd thuis was. Ja. Wat had dat voor invloed, die fotozaak, op jullie gezin? Kwam je vader daarmee thuis met verhalen over foto's en rolletjes en klanten? Of hebben jullie dat in het begin eigenlijk nooit geweten? Nee. Nou ja, het was natuurlijk zo vanzelfsprekend, omdat de zaak. Omdat mijn grootouders ook in de zaak zaten. Toen nog net wel. In die tijd, toen zijn ze net gestopt volgens mij. Maar vanaf baby's af aan ben ik natuurlijk in een fotowinkel geweest. Ja. Heeft die fotografie, hè? Was je vader wat die fotografie betreft nou een, was dat puur zijn werk of was het ook nog eens zijn hobby? Nee, ik denk wel dat het zijn werk was. Ik bedoel, de hobby van mijn vader is altijd wel het sporten geweest. Ja. Waar veel Schiedammers hem ook wel van kennen, van het voetbal en van het cricket. Ja, want je vader heet met zijn voornaam Gerard van Vuren. Ja. Was vroeger een voetballer, cricketer. Ja. Ja, en ik af en toe vind ik het wel eens jammer dat hij dat hij nooit echt doorgegaan is met die sport. Nee, want dan komen we op het terrein waar jij ook eigenlijk een beetje mee te maken hebt gehad. Daar slaan we wel een stukje over, daar komen we straks op terug. Je hebt op een gegeven moment bij je vader in de zaak gegaan. Toen was de muziek al aardig in beeld. Dan moet er een keuze gemaakt worden. Heb je het gevoel dat je vader die keuze niet heeft kunnen maken en jij wel? Uiteindelijk, ja, misschien wel. Aan de andere kant hebben mijn ouders een prima tijd beleefd in die fotowinkel. Ja. Ik bedoel, die laatste jaren, dat waren zware jaren op de Hoogstraat. Maar daarvoor, van jaren 60, jaren 70, ik bedoel, fotografie was booming en iedereen ging fotograferen. En dat was prima. Alleen, ik denk dat hij in sport, want hij sport nog steeds. Ja. En hij cricket nog steeds en dat hij wel wat had kunnen bereiken. Dat dilemma gehad? Nee, nu ik zelf natuurlijk zie van ja, als je ergens echt voor gaat, dan kan je er wel eens komen. Ja. Dan denk ik van ja, als hij dat had gedaan, was het heel misschien anders gelopen. Maar een andere tijd natuurlijk, hè? Waarbij zekerheden voorop stonden. Absoluut. Ja. Even terug naar vroeger, Kok. Lagere school heb je gedaan, waar zo? Ik ben volgens mij, moet ik even denken, ja, hier ergens nog in de buurt, heb ik op de Bernhardschool gezeten. Ja. En ik ben al vrij snel naar de Dokter van de Kuisschool in Groenhoord gegaan. Bachplein. Leuke school? Ja, dat herinner ik me wel. Wat waren juffen en meesters uit die tijd? Nou ja, de meeste die ik mij ik herinner mij meester Brinkman. En ik herinner mij vooral meester Winkelman, want dat was volgens mij in de vierde klas. Ja. Ja, en die meester Winkelman speelde gitaar en dat vond ik toch wel heel erg interessant. Dat is het grote voorbeeld, de inspirator voor later geweest. Ja, dat weet ik me nog wel te herinneren, dat we gewoon ademloos naar hem zaten te luisteren. Ja. Uiteindelijk
ben je hier op Schravenland terechtgekomen. Daar hebben wij elkaar ook leren kennen. Even voor de duidelijkheid voor de mensen thuis. Wij kennen elkaar vanaf Schravenland. Wat was dat voor tijd, dat Schravenland? Want als ik het vertel, zeggen mensen misschien van ja. Maar jij zat een aantal klassen lager, weliswaar. Ja. Maar wat heb je hier voor tijd gehad? Ja, prima tijd. Ik vond het toch wel een erg leuke school. Het was geen makkelijke school, volgens mij. Ik bedoel, het was pittig. Ik ben ook in de vierde klas een jaartje blijven zitten. En, Betere leerresultaat. Dat is beter om gewoon het diploma beter te kunnen halen. Ja. Maar ik herinner me wel dat er werd veel gedaan. En ik heb daar een goede herinnering aan. Ja, wat precies specifiek? Ja, bijvoorbeeld muziek. Ik bedoel, je had hier nog, ik weet niet hoe dat nu is. Mijn zoontje is pas 8, dus ik ga dat allemaal nog meemaken. Maar we hadden hier toch menige schoolavond met live muziek, met bandjes en... Creatieve periode? Creatieve periode, zeker. Ik bedoel, op een gegeven moment hadden we een hutje hier in de fietsenkelder. Waar je gewoon in de grote pauze nam je gitaar mee en zat je te spelen. Ja. Dat was wel erg leuk. Is dat muziek maken, hè, wat natuurlijk nu heel centraal in je leven staat. Is dat hier eigenlijk voor het eerst tot wortelen gekomen? Heb je hier voor de eerste keer geroken aan het succes van een schooloptreden? Ja. Het eerste schoolbandje? Of was dat al eerder? Nee, op de lagere school wel begonnen met gitaarspelen. Vanaf Meester Winkelman. Maar ik herinner mij wel toen ik op de eerste instantie op gymnasium kwam, meteen in een bandje. Ja. En dat was wel wat. Ja. Even los van de muziek nog, even die carrière toch aftekenen. Schravenland gedaan, dan moet je verder gaan leren. Kwam toen die fotowinkel weer om de hoek kijken van ja, wat ga je verder doen? Heb je in die richting iets gestudeerd? Ja, ik heb fotografie gestudeerd en ik heb wel eraan gedacht. Toen de tijd, dat was 1982, van ja, wil ik door met muziek. Maar die tijd in muziek, wat gewoon wat op de radio kwam en op tv kwam, dat boeide me niet zo. Achteraf denk ik wel eens van ja, als ik had geweten toen wat ik nu weet omtrent muziek, had ik misschien een andere keuze gemaakt. Dat heb ik toen niet gedaan. Nou ja, de fotowinkel was er, dus... En ik had wel een idee om fotografie te gaan studeren. Je had natuurlijk een mooie stageplek. Ja, precies. Ik bedoel, waar kan je mooier stage lopen dan bij je vader in de winkel? Hoewel, aan de andere kant, mensen zullen zeggen, ja, om nou de hele dag met je vader samen te werken, dat is toch ook een kunst apart. Ging dat goed? Konden jullie goed met elkaar werken? Ja, dat ging prima. Wat was je vader voor winkelier? Goud eerlijk. En naar elkaar ook. Ik bedoel, dat ging prima. Ja. Even over die fotografie. Hè. Er wordt nu natuurlijk met moderne middelen. Iedereen kan met mobieltjes foto's maken. Jij hebt de tijd nog meegemaakt dat je dus je rolletje wegbracht. En in spanning na 2 weken kwam vragen of het er al was. Wat vind je van die hele technische ontwikkeling? Die moderne ontwikkeling wat betreft fotografie? Is dat een vooruitgang? Ja, het is... Ten eerste is het onontkeerbaar. Dus, en een vooruitgang. Ja, iedereen kan nu zoveel fotograferen en waar fotograferen waar je maar wil. Dus er zijn nog nooit zoveel foto's gemaakt. Ja. Is dat kwalitatief goed? Zeg je van nou, mensen kunnen veel sneller leren hoe je foto's maakt? Ik denk het wel. Want je kan natuurlijk eindeloos schieten en weggooien en schieten en weggooien. Zonder dat het ook maar iets kost. En dat liet je wel uit je hoofd 30 jaar geleden. Want dat kostte nogal wat. Een rolletje, je afdrukken. Ja. Ik heb je eens 1 keer aan het werk gezien toen je een bruidsserie moest maken. Dat is helemaal een vak apart. Hè? De wereld van bruidsfotografie. Ja. Dat is natuurlijk nu wat relaxter geworden. Maar toen zat daar een hoge spanningsfactor achter. Ja, het moest altijd goed zijn. Ja, maar dat is nog steeds natuurlijk zo. Ja. Het moet nog steeds goed zijn. En dat is ook wel een behoorlijke druk die erop ligt, vind ik. Want je bent van een aantal factoren afhankelijk. Van de camera die je in je hand hebt. En van het lab die je werk moet maken. En als daar iets fout gaat. Ik weet wel goed, op een gegeven moment in de jaren 90 dan had je dat beroemde rolletje van Defensie. Hè, wat in Srebrenica fout gegaan is. Dus dat was een heel mooi argument. Dat je zei, ja kijk maar jongens, zelfs bij Defensie wordt wel eens iets verkeerd ontwikkeld. Maar vreselijk als dat je overkomt. Ja. Ik bedoel, omdat je kan het niet overdoen. Nee.
dan komt die muziek al heel dichtbij. Je hebt een aantal bandjes gespeeld. Je hebt, bij Citonne is er een bandje geweest, geloof ik, waar wij nog wel aardige herinneringen aan hebben. Was dat een periode dat het voor jou nog puur leuk was? Of zat er toen al in je achterhoofd iets te borrelen van ik word beroepsmuzikant? Nee, dat was toen niet aan de orde. Omdat ja, beroepsmuzikant, dat is net zoiets, vind ik, als dat je zegt ik word beroepsvoetballer. Het is eigenlijk ook net zoiets als dat je zegt ik word beroepsfotograaf. Dus dat is eigenlijk ook zo'n soort beroep. Ja. Ondertussen gaat de school uit, maar wij gaan gewoon lekker door met praten. Die gasten moeten natuurlijk naar huis toe. Ja. Je zegt zelf van nou, toen was het nog allemaal leuk. Dat deed je er gewoon bij. Je stond door de week in de winkel. Dat soort dingen ging je er gewoon bij doen, dat muziek maken. Dan toch nog even terug naar die winkel. Je zei er net zelf al, wij hebben op die Hoogstraat ook een leuke tijd gehad. Oh, zeker. Als je het nu afzet met die Hoogstraat nu, hè, dat is de centrale vraag al een tijdje van wat is er nou fout gegaan op die Hoogstraat? Waar is het fout gegaan? Wanneer is het fout gegaan? Jij hebt het eigenlijk meegemaakt. Ja, ik heb het meegemaakt. Nou ja, ik denk echt begin jaren 90, toen men besloot om een nieuw winkelcentrum neer te gaan zetten en om traffic, kopend publiek in het winkelcentrum te krijgen. Regelingen als het parkeren overal verbieden, behalve in de parkeergarage onder het nieuwe winkelcentrum. Ja. Wij merkten gewoon aan klanten die zeiden, ja, die normaal gesproken tussen de middag even langskwamen, van daar komt er weer een. Die dan tussen de middag even snel hun fotowerk kwamen brengen, wat bedrijven en dergelijke. Die kwamen niet meer, want op het moment dat het betaald parkeren ingevoerd werd, werd ook het uitschrijven van bekeuringen tot topsport verheven in Schiedam. Is dat een heel belangrijk punt, dat betaald parkeren? Dat was toen wel een punt dat waarmee je mensen afschrik. Daarnaast, ja, winkels werden natuurlijk naar die passage toe gezogen. Dus toen ontstond er al wat leegstand op de Hoogstraat. Ja. De huren in de passage waren dermate hoog dat de meeste winkels het daar ook niet hebben gered. Dus nou ja, leegstand in de passage, leegstand op de Hoogstraat. En dan gaat het van kwaad tot erger. Ja. Je zei, de laatste jaren dat mijn ouders in die fotozaak op die Hoogstraat hebben gestaan, waren minder prettig. Wat was daar minder prettig aan? Nou, gewoon minder volk op straat, de mentaliteit verandert op straat. Op koopavond kwam er nog wat tussen aanhalingstekens winkelend publiek uit Rotterdam-West en zo. Ik weet wel, in die tijd, toen speelde ik al vrij veel, dat ik op koopavond weg was, omdat ik ergens in een theater moest spelen. Maar dat was voor mij altijd een extra zorg. Dus ik denk van ja, hoe is het daar op die koopavond? Ja, hoe gaan die twee? Want daar staan twee mensen van bijna 65 in hun winkeltje. Ja. Is die Hoogstraat nog te redden? Ik weet het niet. Of moet daar toch rigoureus wat veranderd worden? Ik durf het niet te zeggen. Ik kom er nog wel eens af en toe en ik praat zo eens met die of gene. En je weet het niet. Ik bedoel, wij hebben zelf de Hoogstraat meegemaakt. Dat weet je wel, het beroemde rondje in Schiedam. Ja. Op zaterdagmiddag, je kon niet lopen. Het was er zo druk. Ik weet ook, wij hadden, dat konden wij zien aan het klantenbestand van in de garantiebewijzen. Mensen kwamen uit Maassluis, uit Vlaardingen, uit Rotterdam. Want ze kwamen naar Schiedam, want dat ademde zo'n lekkere oude sfeer. En dat is toch, in vrij korte tijd is dat om zeep geholpen. En of dat weer komt, ja. Ik ben daar somber over. Ja. Ik ga de hele andere kant uit. Je bent beroemd. Je bent een van de beste gitaristen van Nederland. Je kan nooit meten wie de beste is, want het is niet een kwestie van een klokje aanzetten en wie speelt het snelste. Als je met Freek de Jonge mag optreden, als je met Velofsky, met Mathilde Santing mag optreden, dan behoor je tot de grootte van Nederland. Wat is dat voor wereld? Kijken mensen daar, denk jij, reëel tegenaan? Hebben ze wel een aardig beeld? Of zeg je, mensen hebben helemaal geen beeld wat dat voor wereld is? Ja. Is het de wereld van roem en beroemd? Of is het precies andersom? Ja, nou zit ik natuurlijk nog in een hoek waar de echte roem en beroemdheid niet echt aan de orde is, denk ik. Ik denk als je nu bij Jantje Smit zou spelen. Ja. Of bij de toppers. Ja. Op het podium, ja. Niet in de orkestbak, maar nee, op het podium. Ja, dan ben je wat. Dan, ik weet wel, met Freek merk je dat een beetje. Want je kan met Freek niet over straat. Nee. Niet dat ze aan hem zitten, maar nee. Iedereen heeft wel op. Hey, Freek, vertel eens een mop. Of, En met
Mathilde Santing, Velofsky, dat is toch wat voor een wat selecter publiek. Okay. Dus... Wat we eerst gaan doen, Kok, we gaan even kijken naar een heel kort fragmentje waarbij je samen met Freek de Jonge onder andere speelt. Ja. Dat het niet zo is. Dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Want ik wil dat het niet zo is. Ik wil dat het niet zo is. Ik wil dat het niet waar is. Even een klein stukje gezien, leuk met Freek de Jonge. Wat is dat voor man om samen mee te werken? Ze zeggen wel eens van ja, als je met beroemde mensen werkt, is dat heel lastig. Of is dat gewoon een jongen van de gestampte pot en geldt dat eigenlijk voor al die grote artiesten? Ja, nou, ik vind het fantastisch om met Freek te werken. Om gewoon omdat, het is ontzettend aardige man. Het is ook een man die ontzettend veel weet, bijvoorbeeld van muziek. Mm-hmm. Dus je kan het altijd ergens over hebben. Dat is heel erg prettig. Ja. Je zei net eventjes die wereld van toppers. Is er een deel van Kok van Vuren wat toch heimelijk ook verlangt om daar nog een stukje erkenning in te krijgen? Of zeg je van, joh, dat is een heel ander circuit, daar kom ik niet terecht? Ja, het is wel een ander circuit. Af en toe dan ruik je ergens aan. Ik bedoel met Mathilde Santing bijvoorbeeld, dan sta ik ook wel eens op de uitmarkt voor weet ik veel hoeveel duizend mensen te spelen. Maar... dat heeft absoluut zijn charmes. Bijvoorbeeld omdat ik niet het conservatorium heb gedaan, is het toch lastiger om in zo'n wereld terecht te komen. Want dat heb ik wel gemerkt. De mensen die overal spelen, kennen elkaar vanaf het conservatorium meestal. En dat is logisch natuurlijk. Ontwikkel je jezelf nog als gitarist? Ben je nog aan het verbeteren? Of heb je je kunstje onder de knie en zeg je van daar kan ik overal mee terecht? Nee, ik vind wel dat je continu bezig moet blijven. Dus je ontdekt altijd nieuwe muziek, je ontdekt nieuwe manieren om te spelen, je ontdekt nieuwe instrumenten. Dus ik blijf altijd wel oefenen. Ja. Hoe is het nou voor je vrouw en je zoon? Papa is muzikant, dus die gaat niet om 8:30 de deur uit en die komt ook niet om 5:30 thuis. Is het lastig om met een muzikant te leven, denk je? Ja, het is ergens, bijvoorbeeld wanneer ik een theatertour aan het doen ben met Freek of met Mathilde. Dan ben ik veel weg en je bent lang weg. Je moet voor de files weg en je komt 's avonds laat thuis. Maar er zijn ook heel veel momenten dat ik juist thuis ben. Dus ja, ik denk dat de middenweg dat heel, heel gunstig uitpakt. Is het leven van een beroepsmuzikant een leven wat zeer vol met discipline staat? Gezond eten, bewegen, slapen, sporten? Want jullie werken natuurlijk op hele rare tijden. Ja, nou ja, mijn grootste probleem is... wanneer je gespeeld hebt om vooral 's nachts om 12 uur... Shawarma, pizza... En de Shell-pomp dergelijke, om die te overleven zonder je vol te stoppen. Ja. En dat is wel eens dat? Lastig. Ik ben weer hard bezig om dat te doen lukken, ja. Maar ja, je eet dan om 5:00 en dan ga je vervolgens 2-3 uur zitten spelen. En dan moet je nog naar huis rijden. Dan heb je echt, je bent leeg. Ja. Dus lastig. Even in de toekomst inkijkend. Kan je dit tot je 65ste volhouden? Eindig je ergens in een triootje in Spanje, in Benidorm, bij de bingoballen? Of zijn er nog hele leuke, sympathieke laatste jaren te bedenken? Ja, dat denk ik wel. Ten eerste, ik doe vrij veel werk met mijn eigen bandje Okobar. Ben ik begonnen met de drummer van Vee en zijn broer. Bart, die zat vroeger in Trio Haché. Daar kennen veel Schiedammers en Rotterdammers hem wel van. Daarmee maken we in opdracht muziek bijvoorbeeld voor bij theatergezelschappen. Dus dan, je componeert de muziek, je speelt de muziek live. En dat is wel werk wat je heel lang kan blijven doen. Daarnaast maken we platen. En die platen worden gebruikt en gedraaid. En dat blijft ook. Dat blijft een bron van inkomsten. De kleine jongen die thuis loopt, moet die ook muzikant worden? Ja, die is drummer. Die wordt drummer? Die is tot mijn grote schrik is die gaan drummen.
Tenminste, aan de ene kant tot mijn grote schrik. Aan de andere kant weet papa ook over 10 jaar dat zijn gitaren niet waarschijnlijk op deze school staan. Nee. Omdat hij gitarist is geworden. Maar nee, die drumt nu een jaar. En ja, hij heeft er nog een soort aanleg voor ook. Dus ja, dat wordt wat. Is je leven in balans, Kok? Heb je het idee dat je je draai hebt gevonden in het leven? Ja. Is het geworden wat je wilde? Is het een hele andere kant uiteindelijk? Nee, ik ben wel blij dat ik toch op een gegeven moment die muziek in, echt die muziek ingegaan ben. En terugkijkend, ja, kan je je afvragen of dingen toevallig gaan. Ik heb altijd, als je terugkijkt naar je leven, dat je, dan lijkt het altijd zo te moeten lopen zoals het loopt. En dat vind ik altijd wel een, ja. Ja, iets moois. Ja. En de wereld om ons heen staat een beetje op zijn kop. Er gebeuren de meest rare dingen. Je hebt zelf, ben vader van een vrij jonge zoon nog. Baart je dat zorgen, ja. De wereld? Ja, heb ik altijd al. Ik heb ook lange tijd gezegd van, nou ja, moet je nog wel kinderen op deze planeet zetten? Maar ja. Dat heeft geloof ik iedereen nog wel eens gezegd. Ja, ja, ja. Als hij er dan eenmaal is, dan is het natuurlijk Hoe ga je hem behoeden voor die boze wereld? Ja, dat kan niet. Dat moet hij zelf gaan uitvinden. Dat moet hij zelf ontdekken. En ik denk wel, nou, bijvoorbeeld iemand met wie ik veel gespeeld heb en nog steeds veel speel, is Joost Benlinfante. Joost is nou ja, uit Joodse ouders geboren in 1946. Hij zegt, ja, wat dacht je toen ik ter wereld kwam? Hoe de wereld er voor mij uitzag. Want die mensen, hij zegt, en je moet je draai vinden. En je kan alleen het, ja, een goed voorbeeld geven, warmte geven. En ja, voor die kids zorgen, weet je. Als die mensen maar voor die kids zorgen, dan komt het wel goed. Ja. Als je deze woorden nou, laten we even vrolijk zeggen, een jaar of 25 terug zouden draaien, zou de jonge Kok opgekeken hebben van de woorden die hij nu zou uitspreken? Ja, natuurlijk, dat kan niet anders. Maar goed, dat, ja. Dat is het mooie van het leven tenslotte. Ja. En van het ouder worden, dat je toch, ja, je perspectief verandert. Even de allerlaatste echt. De gitaar is je broodwinning. Je vingers, de gitaar. Gaat de gitaar nog een goede toekomst tegemoet? Wordt het weer helemaal top om gitaar te spelen zoals meester Koen ooit de cirkel bij jou is begonnen? Ja, dat blijft gewoon. Het leuke van de gitaar en de mensen die gitaar spelen, het is natuurlijk een heel conservatief instrument. Het is helemaal niet flitsend. Ik bedoel, elektrische gitaristen zijn nog steeds met buizen bezig en met vooroorlogse technieken in principe. En ja, dat zal altijd blijven, want ja, er is natuurlijk niets coolers dan dan even flink op mijn gitaar tekeer te gaan. We gaan eruit, Kok, met een bizar fragmentje wat we ooit hebben opgenomen op een van de eerste brandersfeesten. Toen we allebei nog heel jong en heel enthousiast en vooral slank waren. Ik bedank je voor dit gesprek. Geen hoop dat je het leuk hebt gedaan. Ja, absoluut. Ja, kijk eens, de eerste zomergast zit er weer op. Kok van Vuren, beroepsmuzikant, gitarist in de top van Nederland. Speelt met alle grootte der aarde, maar is gewoon een Schiedammer. En als u gaat winkelen, waar dan ook in Schiedam, komt u hem gewoon tegen. Alleen, u merkt hem niet op, want hij is gewoon, net als u en ik, een van de vele gewone, leuke Schiedammers. Dit was de eerste gast van de Zomergasten in Schiedam. Graag tot de volgende keer.